Every time a good time. Lady. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Zoals jullie zien ben ik buiten en ik sta in Heerlen. Voor de mensen die de vlog van gisteren hebben gecheckt. Ik had die gisteren, hier was zeg maar gisteren niet in Heerlen. Ik sta in Landgraaf. Ja, ik sta in Landgraaf. Ik sta dus in Landgraaf, hierboven, daar is zeg maar Snow World. Ik ben meteen opgestaan in de ochtend, gelijk vertrokken, omdat ik dacht dat ik bijna te laat was. Ik dacht als ik snel ga doorlopen, dan kom ik wel op tijd bij de auto. Blijkt nou dat die tijden helemaal anders zijn. Geen zoeken en alles, maar ik kon echt, tenminste, ik ging gisteravond zoeken van oké, hoe laat moet ik opstaan, wanneer moet ik vertrekken. Hoe laat komt de bus, wanneer vertrekt de trein, dat soort dingen. En uiteindelijk blijken al die bustijden niet meer te kloppen. Wat heel raar is. Het is typisch misschien iets van Landgraaf, maar kijk ook die halte, kijk. Hoe die halte eruit ziet, kijk. Is dit een halte? Kijk, daar aan de overkant. Zou je denken van, oh, daar is een halte. Dus ik ging nog zoeken en alles. Nog echt, nou niet veel slaap, maar gewoon, ja, slaperig. Maar goed, de bus die komt over, laten we zeggen, iets langer dan 10 minuten. Dus laten we een kwartiertje ongeveer. Dat is de 20 minuten reis met de bus naar Heerlen station. En daar is het weer 20 minuten wachten op de trein. Dan ga ik waarschijnlijk even wat eten en drinken scoren. En dan is het weer 2 uur in de trein zitten richting Utrecht Centraal. En dan weer bij Utrecht Centraal uitstappen. En dan is het weer een uurtje rijden met de auto naar Den Haag. En dan moet ik de vlog editen die gisteren gefilmd is. En dan pas heb ik rust, mensen. Dus ja, mensen, we moeten strijden. Het is nu ongeveer 9:30 bijna in de ochtend. Ja, ik heb gemerkt dat ze hier met een ander accent praten. Want ik kan niet, hè. Moet even kijken. Ja, Limburg, ja. Limburg. Maar wij hebben dus gisteren geslapen, ik en Ilko en ik, in het hotel van de CEO, de oprichter van Snow World, hè. Dat zei die man bij de balie. Hij zegt van, oh, jullie hebben wel een hele goede hotelkamer, penthouse-achtig iets gefixt. Wij zeiden van, echt waar? Zeiden van, ja. Van, oh ja, oei ja. Toen ging Ilko snel opzoeken. Bleek dus echt te zijn van de eigenaar. Mattie, wij doen dat, gek. Wij doen dat. Nou, ik ben aangekomen bij Heerlen station. Net een busreis van 20 minuten gehad. Uitgestapt. Ik heb even wat eten gehad. Even een ontbijtkoekie. En broodje kaas bij de kiosk en een Red Bull om even wakker te worden. Dus dat ga ik nu even eten en dan wachten we gewoon even op de Intercity, die komt over een kwartiertje. Yes. Depuis je garde le sourire. Depuis je garde le sourire. Tout ce monde qui s'est déplacé pour moi. Oui je l'ai voulu mais chaque fois je me demande pourquoi. Ma scène est un cirque. Aangekomen Utrecht Centraal. Nu loop ik richting het Jaarbeursplein. Ja. De moe man. 2 uur lang in de trein gezeten. Heeft me echt afgemaakt. Dames en heren, door werkzaamheden rijdt de sprinter naar Breda. Niet verder dan 's-Hertogenbosch. Tussen 's-Hertogenbosch en Tilburg rijden NS-bussen. Oké, wil je stil zijn? Weet je, ik probeer een beetje te praten in de vlog. Wil je stil zijn? Ja, nu naar mijn auto toe. Dus laten we even richting de auto gaan. Volg. Ik ben nog nooit op Utrecht Centraal geweest. Maar moet wel eerlijk toegeven dat het er veel beter uitziet dan Hollandse Poort. Het ziet er veel netter uit. Maar volgens mij bestaat het ook niet zo lang. Volgens mij is het niet zo lang geleden gemaakt. Omdat ik hier een bouwpunt zie. Kijk. Daar is de jaarbeurs. Daar is ook nog de moskee. Dat is volgens mij die ene hele grote moskee die, noem je dat, er werd geprobeerd om deze te stoppen, zeg maar, de bouw hiervan. Maar hij staat er toch. Nice. Dank je wel. En ik ben weer waar we gisteren waren in de ochtend. En mijn autootje die staat er nog. Hallo autootje. Kom we knuffelen. Autootje, I missed you man. Mensen die nu langs lopen of rijden, denken van wat de fuck is er mis met deze gozer. Maar ik heb je gemist. Dus nu, laat ik even deze kant op staan. Woe, zon. Dus nu is het ongeveer, ja, bijna 10:30.
Het is tijd om naar Den Haag te gaan. Ik ben dan ongeveer om 1:30. En jullie gaan met me mee. Volg! Nu ben jij hier, je bent hier. Ik ben aan het wachten, maar waarom vertraag je? Kan me ontwijken, maar ik kom je tegen. Als je niet wil, nou dan kom ik je halen. Schat, doe niet lang, want we moeten bewegen. Nu ben je hier. Ben eindelijk weer thuis. Gelukkig, nou niet gelukkig, maar nu is er niemand thuis. Dus kan ik rustig uitrusten. Rustig mijn ding doen. Rustig mijn broodje met smeerkaas eten. Rustig mijn yogi drinken. Ik film trouwens met de iPhone omdat mijn camera aan het opladen is. Ik heb al mijn bestanden van mijn camera overgezet. Echt letterlijk meer dan, volgens mij een uur en een kwartier aan beeldmateriaal om te editen. Dat moet denk ik wel echt voor 5 uur klaar zijn. Het is nu 2 uur. Zodra ik het op heb, ga ik gelijk daaraan mee. Gelijk aan de slag daarmee. Ja, volg! En ja hoor mensen, de vlog die is klaar. Die is nu ook al bijna klaar met renderen. Ik heb echt misschien 2 uur lang aan deze vlog gezeten om zoveel beeldmateriaal was. Ik was net ook klaar met het kijken van een soort van documentaire-achtig iets op TV West. Omroep West heet het nu, vroeger was TV West. Wat betreft de rellen die er waren afgelopen Ramadan, afgelopen zomer in de Schilderswijk. Wat ik ook zeg maar heb gevlogd, heb ik ook laten zien in de vlogs. Ik was daar regelmatig, weet je. Ik ging in een andere wijk gebed verrichten en vervolgens naar de Schilderswijk toe om te kijken wat daar precies aan de hand was. En deze documentaire vond ik best wel sterk. Vond ik dat er vanuit alle kanten, dus vanuit alle perspectieven, sorry. Wat ik echt, waar ik respect voor heb, echt waar, dat zijn die boys. Dat heb ik zelf ook gezien hoor, in de Schilderswijk. Die zeg maar als een groep gingen samenwerken, als buurtbroeders, zo worden ze genoemd. Om de wijk weer zeg maar rustig te houden. Dus echt respect daarvoor als je daar hebt aan meegeholpen. Ik vond ook sterk dat de politiekorps, chef, ook aangaf wat hun fouten waren. Dus ze gaven het toe. En dat is ook altijd goed om te zeggen. Om te zeggen van luister, tuurlijk hebben wij ook racisten, gewoon letterlijk racistische mensen rondlopen hier als politieagent. En dat we daar ook op letten. Maar dat is overal zo mensen. Overal heb je wel ja, slechte mensen tussen. Tenminste niet slecht, nou, hoe kan je het noemen? Mensen die niet zulke goede dingen doen. Die heb je overal wel. En ook bij de politie. En laat me jullie een tip geven. Kom je ooit zo iemand tegen, film diegene gewoon. Film het, dan heb je tenminste bewijs. Het is gewoon je bewijs, weet je. Doe het gewoon. Maar natuurlijk is niet iedereen zo. Je moet niet meteen een agent gaan filmen. Van, hé, hier, agent, film. Want misschien wil die agent, is het gewoon een normale agent die gewoon zijn werk doet. Dus, ja, dat wilde ik ook nog even meegeven. In ieder geval, sterke documentaire, Omroep West. Sterke documentaire. Mijn vlogs waren sterke. Nee, geentje. Lift is er al meteen. Ah. Yes, mensen. Het is avond. Het is ongeveer, nou, laten we zeggen, 9 uur of zo. En ik ga nu even richting Noah. Noah die is bij zijn vader. En ik ga even langzaam. Even een beetje chillen, je weet zelf. Na gisteren de hele dag chillen te hebben met andere mensen, ga ik nu weer met mijn eigen mensen chillen. Ook al zijn die andere mensen ook weer mijn eigen mensen, want zij zitten in de YouTube community. En de YouTube community is zo gewoon sterk, zo je weet zelf. Volg. Noah is achter ons. Goedemorgen. Dat mag. Mag ik van jou, doe maar een medium vanille shake. Ja? Dat was hem. Dat was het. Dat ja. Was dankjewel. Wat zei je? Oh ja toch. Shit, ik veel. Kan de huur niet betalen. Doe maar staren. Met die haren. Money! Hier nog, hustle op die blok nog. Je ziet deze dingen nog? Zie je deze? Heb je deze money? Die heb je niet nog. Je gaat uit naar kan de huur niet betalen. Blijf naar me staren. Met die haren. Hi, heeft die even kijken? Die zwarte airline Volkswagen, heeft die al wat besteld? Nee,
Kan je dat zien? Nee. Staat hij er nog? Ik zie het, is nu donker. Een man met de baard, zie je dat? Met de muts? Even kijken. Baard en een petje. Ja, petje achter iets muts, ja. Met de tekst erover. Ja. Ja, hij is een beetje spelen. Is die ook gelijk mee? Ja. We helpen de daklozen, weet je. Daklozen, hij rijdt in Volkswagen Airline, die is je. Ach, ik moet ook zijn visfilet menu nu meenemen. Goedenavond. Yes, dankjewel. Tot ziens. Ken je die Kazi? Welkom. Even kijken, hoe ging die ook weer van Justin Bieber? Wacht. Wat is Bieber in Turks? Wat is dat? Weet je dat? Bieberlan? Bieber. Wat is dat? Wat is CD-lan? Is Bieber. Weet je wat dat betekent? Wat dan? Bever, bever. Bever? Betekent Bieber niet die van bever? Bever? Bever, ja. Dus peper betekent dat. Ah. Geef mij die Bieber lang. Ik proef niks lang. Waar is Bieber? Bieber lang. Bieber zingen liedjes. Bieber dolmas. Ja? Bieber dolmas. Bieber dolmas? Dolmasse. Dolmasse. Ja. Wat is dat? Vulled paper. Waar betaal je? Wat? Waarom betaal je voor een hele minuut? Wie betaalt? Ik had betaald voor zo'n dakloze. Waar daar die put slaat. Wat? Is dat politie? Ja. Wallah? Oh nee, auto tot af. Oh. Ja, ik zei tegen die vrouw voor die ene dakloze met die baard. Echt ze? Ja? Zo'n auto aanrijden. Ja, dat koop je nog. Dakloze met baard. Oh, kijk hier, politie. Vlog gaat fout, politie bij McDonald's. Oh. Kijk, neem hem op. Moet ik naar mijn auto kijken? Hij is niet scherp, man. Hallo, wij! McDonald's! Every time a good time. Hey, yes, mensen. Ik ben weer thuis. Ik ben moe. Echt helemaal gesloopt. Ik heb wel geslapen al vandaag, maar alsnog. Normaal gesproken, als ik slaap in de middag, tenminste later middag, begin avond. Dan heb ik in de avond, kan ik makkelijk tot 3-4 op blijven, maar het is nu ongeveer 1 uur, zo half 2. En ik ben gewoon kapot, ik moet nog de vlog editen, alvast laten rennen, dan is dat morgen gebeurd. Want wat ik altijd doe als ik zeg maar de volgende dag wat moet doen, dan zorg ik ervoor dat de vlogs alvast klaar zijn, weet je. De vlog die is al geüpload, et cetera. Als ik niks te doen heb, dan doe ik het zeg maar later op die dag. Maar nu heb ik morgen wat te doen, dus daarom ga ik het nu alvast regelen. In ieder geval, vond je deze vlog nou helemaal leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder een reactie achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...